Het is zo dat de gemeente die moet een omgevingsvisie vaststellen. Met als onderdelen, naar ons idee, de gemeentelijke erfgoednota, de nota linten, dijken en paden en de waardekade van de vroeg 20e eeuwse wijken. Die moeten onlosmakelijk verbonden zijn aan die omgevingsvisie. Want op dat moment kan men bij de omgevingsplannen, wat tegenwoordig de bestemmingsplannen zijn, dat worden omgevingsplannen, kan men bij die omgevingsplannen meer rekening houden met datgene wat er aan erfgoed is vastgelegd qua beleid. Wij vinden ook dat er bijvoorbeeld veel meer beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen zouden moeten worden. Want vooral bij die vroeg 20e eeuwse wijken, er zitten buurten bij die zo waardevol zijn qua erfgoed, dat naar ons oordeel daar de orde 1, zeg maar, waar ik het er net over had, dat zogenaamde stads- en dorpsgezichten zouden moeten worden. Ook zouden er meer beeldkwaliteitsplannen opgesteld moeten worden. We zijn op het ogenblik bijvoorbeeld bezig samen met de vereniging Historisch Zaandam om de westzijde helemaal in beeld te brengen. Want wij hebben bepleit dat er voor de westzijde een beeldkwaliteitsplan moet komen. En wij willen graag ook samen met de gemeente, als we die inventarisatie gemaakt hebben, willen we samen met de gemeente gaan bekijken van wat zijn dan beeldbepalende panden. En omdat dat zijn er ongetwijfeld heel erg veel. Veel te veel om ze allemaal de gemeentelijke monumentenbescherming te geven. Waardoor er naar andere oplossingen wordt gezocht. Bijvoorbeeld dat er in de omgevingsplannen wordt aangegeven wat beeldbepalende panden zijn. Waar rekening mee gehouden moet worden als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe plannen. Dus dat voor wat betreft de planologie.